heb super hard getraind in de zomer en in de winter ook. Blijven trainen, naar de sport blijven gaan. Elke dag op sneeuw gestaan. 5 keer eerste geworden, 1 keer tweede en de big final in de World Cup. Dat is eigenlijk super. De World Cup is het hoogste niveau wat er is en ja, iedereen die eraan deelneemt, die kan winnen. En het, ja, iedereen ligt gewoon 1-2 seconden bij elkaar. En als ik nu al 6e ben geworden, ik denk het is zeker nog wel een keer mogelijk. Ja, mijn doel is altijd al geweest om naar de Olympische Spelen te gaan. En als ik 2018 zou kunnen gaan, zou het natuurlijk super zijn. Omdat ik zo'n goed resultaat nu heb gereden, is er nog niks bekend over volgend seizoen helaas. Maar ik wil wel gewoon, ik blijf natuurlijk net naar de sportschool gaan. Ik blijf in de zomer waarschijnlijk nog wel wat afdalingen maken in Snowworld. En zoveel mogelijk wakeboarden, want dat vind ik ook super leuk om te doen. Toen ik 4 was, ben ik begonnen met skiën. Toen ging ik, was ik zo groot, ging ik bij mijn moeder tussen de benen omhoog in de sleeplift. Dat heb ik gedaan tot mijn 8e. Toen in alpinesport in de Noorn, daar begonnen ze met opstarten van kidsteams. Ja, op dat moment was ik 8 en ik vond skiën, dus had geen uitdaging meer. Daar vond ik niks meer aan. Dus toen mocht ik gaan snowboarden. Toen heb ik daar een paar dagen gesnowboard. Toen heb ik nog in het extreme team gezeten. Toen heb ik een beetje freestyle gedaan. En toen kwam ik in aanraking met bordercross en gelijk de keuze gemaakt om voor bordercross te gaan. Ik werk bij een pizzeria, Pizzelier. Dat is om de hoek en mijn baas houdt altijd super rekening met mij. Laten we zeggen, ja, wie kan er nou een half jaar niet naar zijn werk komen en dan even na een half jaar terugkomen en zeggen, hoi, ik kom weer werken. Ik kom hier al, ik denk 5-6 jaar, dus ik ken ook wel wat. Ik ken de meeste mensen hier wel. En dan zie je ze weer, hebben ze een jaar niet gezien en dan kom je ze hier weer tegen en dan heb je even een praatje. En superleuk ook hoe de jeugd hier bezig is. En ik geef ze dan hier en daar wat tips. En soms als ik dan sta te praten, dan staat die mond helemaal open. Dat vind ik wel leuk om te zien.